fietsen is een heerlijke manier om, om na te denken wat er allemaal op je pad komt. Zowel in het werk als, als in het leven, zeg maar. Dus ja, helemaal top. Nou, fietsen is sowieso gezond. Maar het stimuleert het teamgevoel. Het heeft iets van met elkaar in beweging zijn. En daarnaast, ja, als je op de fiets zit, dan komen ook allerlei mooie, inspirerende gedachten boven. Samen met mensen door het gaatje kunt gaan, een beetje kunt afzien. En ik zeg altijd, als je samen zweet en ga je een beetje van elkaar houden, dan ga je ook harder voor elkaar werken. En zeker in de sector waar we nu zitten, waar heel veel gebeurt, is die saamhorigheid heel belangrijk om tot goede resultaten te komen. Zeker fietsen met zorgbestuurders is natuurlijk, een win-win relatie. Is er soms ook niet een beetje competitie dan tussen deze en genen? Ja, uiteindelijk natuurlijk wel. Het is toch wie het eerste boven komt of wie de meeste kilometers gereden heeft. Ja, dat zit er altijd een beetje in, maar het is ook wel leuk. Ik vind fietsen zeker teamwork. Het is een sport die je samen doet. Alleen, je moet ook zelf kunnen presteren. Je moet zelf fit zijn en je doet het in een groep. Net als in het werk, je staat voor een organisatie, maar zelf moet je performen. En dat geldt voor het fietsen hetzelfde. Ik denk dat wij voor het rennen het meest prachtige plekje van Nederland wonen. Alleen aan de andere kant, ik laat me ook verrassen op 16 september op de Skippertocht rondom Arnhem bij de Postbank. Daar ben ik nog nooit geweest, dus ik laat me verrassen.